Ja, wat? Zeg, vergeet jij niet iets? Ma, ik vergeet toch nooit wat? Oh, jawel. Moederdag. Moederdag is een uitvinding van Hitler. Zegt wie? Oma. Nou ja, oma zegt zoveel. Ben jij op tijd zo? Ja. Papa loopt heus niet weg, hoor. Goed, dan ga ik Mo nu halen. Zie ik je zo, oké? Dan ga ik Mo nu halen en dan zie ik je zo. Afgesproken. Ah! Ma? Ma? Nee! Ma! Afblijven! Ach, je dacht, laat ik maar komen. Zijn jullie ooit een keer langs geweest? Met een bloemetje voor zijn verjaardag? Nou? Niet dus. Het was anders wel jullie vader, hè? Hoezo? Dat gingen jullie van jou de hele tijd? Dat was toch ook jouw man? Nou, niet alleen van mij. Ik vind het welletjes nu na 10 jaar dokken. Ach, je hebt dat graf van ons gewoon betaald van zijn erfenis. Oh ja, ik profiteer hier. En jij niet zeker. Je horen ze nooit genoeg. Zij wel gelijk. Voor de formaliteit. 0421. Dat is hem. De heer Gerlof Wierijn. Toch? Dat is weer een momentje. Ja. Jezus, momentje. Oh, kijk nou, ik heb precies dezelfde naast mijn bed. Joris. Is toch zo? Is precies dezelfde. Joris. Kom het hier uitje. Mam, laat maar. Sarcasme is ook een schreeuw om hulp. Goh, wat een tegeltjeswijsheid, zeg. Mensen willen later toch vaak een herinneringsring. Een ring? Met de as dus. In die ring. Soms laten kinderen hun vaders as in een tatoeage graveren. Kan dat? Alles kan. Kunnen we gaan? En wel nu? Mom? Moet jij nou altijd zo debiel doen? Joe! Vergeten we bijna het belangrijkste. Nou, ik neem dat ding niet mee, hoor. Ja, lekker dan. Jij ook niet zeker? Over mijn lijk? Hij is nou van jullie. Zoek het uit samen. Alsjeblieft. Hey ma, moet je nou kijken, die verpakking die is precies hetzelfde als bij jouw slijterij. Oké, schat, ga. Kus. Ga jij nou eens even lekker op jezelf wonen? Alsof zij zonder me kan. Shit. Wat? Ik moet nog uitchecken! Mijn nummer toch? Nou. Mooi koppen. Vind je toch zo lekker? Jezus man, toen ik 6 was, ja. Jezus naam, wat niet misbruikt. Yes. Helder. Hier. Lieverd, je
vergooit je leven zo. Jij wilde zo graag geneeskunde studeren. Mam, dat wou jij. Wat is dit nou weer? Mam, alsjeblieft. Gaan we weer. Ja, ja, daar gaan we weer. Installeren. Die is thuis. Tijdelijk. Ja, oké. Doei. Ja, doei! Huiskamer! Oh, nog voor moederdag? Afblijven, die is voor mij. Hey! Bob! Hallo, habibi. Hoe gaat het? Goed. Gaat het met je boek? Eindelijk af? Ja, nou, bijna. Deze zomer. Ja, ja, deze zomer, hè? Ja. Hey, kamerjatten! Hey, party animal! Hé, hey, wat wil ik doen? Hé, hey, geef eens. Leuk, hè? Vet. Hier, kom eens. Ja, die is leuk. We gaan hier wel onze eigen was doen en we gaan Costco betalen. Oké? Okay? Hey, hey, Anki. Zeg, lus jij morgen op, hè? So kind of you to come around and testify. Namaste, brother. Namaste. Hey. Hey, kan ik hier weer les geven? Oef, ik zit vol. Ja, man. Ik kan je wel op een lijst zetten voor invallers. Kelly! Ja, cool, man. Dankjewel. Hey, Tietje! Ja, ja, je bent terug! Ja, terug naar Apia. Ah, joh, Amsterdam is zo overrated. Oh. Hey, Amsterdam is fantastisch. Ah, je was ons behoorlijk de weg kwijt. Hoe ga je het een beetje, wappie? Hey, ga lekker surfen. Ik moet een baantje zoeken. Ah joh, dat kan toch morgen ook nog, krullenbol? Nou, welkom thuis, papa. Gezellig. Standing there, two people
front side, a nice day in the night. TV flickers, that remote control stays in the middle of us. Lager, is geen baby. Hey, hou met je. Ja, ja. Ja, is goed. Ga ik zo even langs Appie. Ja, ja, I know. Ik weet het. Appie is een oplichter. Het is dus alleen schoonmaken, niet verplegen en geen boodschappen doen. Je weet dat je €14,50 per uur verdient? Bruto? Oké, nou, dan kun je meteen beginnen. Bij problemen altijd mij direct bellen. Dit is mijn nummer. Dankjewel. Heb jij nog meer adresjes? Als deze? Ja. Ja, 5. Zeker allemaal oude zeikers, hè? Nou, je moest eens weten. Ik ben net begonnen, hoor. Waar kom jij eigenlijk vandaan? Van huis. Ja, dus raad je de koekoek gaan, Polen. Hey, ik bedoel, waar heb je Wiggy gestaan? Nou, bij mijn ouders. Grapjas. Oh, jij bent Jood zeker? Oh, dus ook wat met dat Israël, hè? Vreselijk. Och, de halve wereld staat in brand. Met al die hufters overal. Mensen leren nooit iets. Bent u dat? Ja, met Sasha. Met mijn buurmeisje. Dat was mijn hartsvriendinnetje. Wij speelden altijd samen. Divi met Verlos en Winkeltje en zo. Deed ik de kassa, kregen we van mijn vader halve centen. Dat hele gezin. In één nacht op transport. Ik hoor nou die voertuigen nog, die legervoertuigen en die laarzen. Oh, nooit meer teruggezien. Nee. Wat heb jij gestudeerd? Geneeskunde. Ben gestopt. Oh. Ik geef nu surfles. Oh? Zeg, mevrouw, kan ik nog iets doen? Ja, zeg, stoppen met dat, mevrouw. Zeg, jij mag gewoon Ans, hoor. Mevrouw woont op Soestdijk. Soestdijk staat al heel lang leeg, Ans. Dus zal jullie hem hebben. Mijn apengatje. Je wat? Man, je lijkt wel een gorilla. Slik je die poeiertroep nou nog steeds? Zij verraden zei dat je er kanker van kan krijgen, hoor. Eet toch een banaan. Toch weer van die oplichter. Oh, je dokus. Hoe is die nou? Zo, nou. Oh, god. Is weer hommelig thuis? Ja. Ach, we hebben papa opgehaald. God, zal mij bewaren die urn? Had die man toch daar gelaten? As is as. Je vader zit hier. Ja, maar ma wilde niet langer betalen. Ach. Chocolademelk? Ja, lekker. Mm, jongen, het blijft toch je moeder. En die verandert toch nooit. Van binnen dan. Ja, ze heeft weer de titel laten opvullen door die prutsen. Oh, 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 oh. Is Paula er? Nee, dat heb ik je toch verteld.
Paula, ze hebben ze bij de Flevo hebben ze de heup totaal naar de galamiezen geholpen. Dus nou zit ze thuis. Zit ze vergroeid aan de krukken en de WO. Ik heb een nieuwe Paula. Zo, dus jij bent apengatje. Chat. Joris. Ja, het geeft surfles. Ja, weet ik. Oh? Ja. Dat heb jij mij verteld, toch, laatst? Ik? Ja. Hij werkt hier net. Niks voor jou, surfen? Schat, zal jij mij heg even kennen, Kortwieker? Want mijn tuinmannetje die legt met een hernia. De buurvrouw van hiernaast begint zo te zeiken en ik zag een punthoofd van dat mens. Ja, is goed. In de nacht om en ik het zeker span maar. Net stommige Joran die apparaten tegenwoordig. Iedereen is maar met zijn lijf aan het klooien. Ja, ongelooflijk. Joris. Joris. Zonde. Zeg, gaat die lekker, mo? Ah, ja. Ja, ik koop wel nieuw, hoor. Nee, ben jij belaasd. Het zit er een nieuw snoertje aan. Guusje. Guusje. Die motor. Dat kreng. Zijn erfenis voor zijn vader. Nou, zit momenteel niet echt lekker in zijn velletje. Jo, niks van gemerkt. Nee, niks van gemerkt. Vind je dat leuk? Geestig, je niks van gemerkt. Sjaan, pas op dat je ogen niet tot je kassen vallen. Niks van gemerkt. Ik ben hem maar. Dat is wel heel apart, want ik weet zeker dat ik heb gezegd dat ik het niet wou. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Weet je, we hebben het hier later over, oké? Okay? Ja, ik bel je terug. Oké, okay, doei. Ik heb werk. Ach. Schoonmaker. Schoonmaker, een jihad. Hé, hey, sociaal interieur verzorgt voor hulpbehoevende ouderen. Nou, je vergooit je leven. Alsjeblieft, man. Ik ben 26. Schat, geen kind van mij wordt schoonmaker. Ja, ga lekker studeren, net als je zus. Helder. Schoonmaker, serieus? Studeren, serieus. Kijk het terug. Ga douchen. Thank you.
Ik snap Ma wel, hoor. Dat ze hem niet hoeft. Ik snap papa wel dat hij vreemd ging. Jor, ze was ooit stapelgek op hem, hoor. Echt. Hij had alleen nooit genoeg aan haar alleen. Mis jij hem niet, hè? Soms. Maar hij zit hier. Laat anders een tatoeage zetten. Met as. Hoeft mama niet te weten. Ik ga surfles nemen. Wat zeg jij nou? Met jouw gevoel voor balans zeker? Weet je nog, vroeger, met rollerschaten, je twee tanden eruit. Ga gewoon op zo'n leuke homosport. Leer je nog eens iemand kennen? Handtas werpen of zo? Ja, Ma wil dus niet hebben dat papa thuis staat. Dus ik dacht, misschien kan hij bij jou op zonne. Nee. Nee. Eventjes. Nee. Ja, deze zijn minder zwart. Ietsjes. Nou, je bent de topchef, hoor. Hé, hey, Moontje zou toch stoppen? Wat ze Bartje beloofd, toch? Moon. Ja, Moon echt. Ja. Ik denk dat een kleine stinky dinkie verschoond moet worden. Ja. Gaan we lachen. Gaan we lachen. En snel ook. Bartje, bedankt. Ga je al? Ja. Het was gezellig. Oh, oké. Okay. Yo. Nou, doei. Ciao. Wil je binnen? Ja. Kijk even. Hé, hey, moet dat? Ja, dat moet. Voor je persoonsgebonden pas, snap je? Oh, sorry. Oh, van wie krijg ik eigenlijk les? Van mij. Hoezo? Ik denk er nog even over na. Oké. Okay. Hé, hey Hans, je apengatje is er. Hé, hey apengatje. Waar luister je naar? Wat? Ja, wat? Waar je naar luistert? Spotify. Ja. Welke muziek? Ja, dat ken jij toch niet? Ken je mij niet? Sylvian Stevens. Vet. Dat is heel emo, die gast, hè? Hij had zijn ouders echt fucking erg. Ja, dat heeft echt overal in gestaan. Fucking tuig was het. When I was three, maybe four, they left me at the video store. Ja. Yeah. Heavy shit. Ja. Yeah. Mag ik? Bon Iver. Vet. Wie is dit? I thought I was the seed to your tree. You told me not to trust what I see. Ga je volgen? Volgen? Ja, Spotify. Ja. Ja. Cool. Cool. Hebben jullie zien lekker die paling van Kees? Nee, gadver. Wat? Wat ben jij voor een Hollander? Hé, hey, toch geen snoertje? Nee. Wat moet dat kring kosten? Niks, alvast voor je verjaardag. Hé, hey, krijg ik je nummer nog? Hé! Hey. 06-24-55-2961.
06-54-55. I just wanna make you sweat. Aardeverkoping, ma. Ik moest eens aanbellen, dat zei je laatst. Hak uit. Straks sta je nog op dat arme dier met die moordwapens. Ma, ik kom je verjaardag bespreken. Zij van Rada zijn laatst dat die dingen spontaan kunnen ontploffen. Dat is allemaal fake nieuws. Godzonderlijke. Best je op, Mantiek. Die oude meuk, ma, dat kan echt niet meer. Ja. Ga nou eens een keertje mee naar een mooie meubelzaak. Voor geen goud. Nee, ik moet geen toonzaal. Hier mag geleefd worden. Ik betaal, geen punt. Blijf jij lang? Ik heb namelijk mijn hulpje. Oh jee. Stoor ik weer? Heilige Paulijster. Paula? Paula, ik ben zo weg, hoor. Maar 80 moet je vieren. Moet, hè? Ik moet niks. Moet is dwang. Huil is kindergezang. Hier, Jamie Verheijen. Ja. Uit Oudekerk. Dat is zo'n fijne chef. Oh. Of deze hier, Soignier, Bussum. Die hebben sterren. Het is echt een hele bijzondere interpretatie van de Franse cuisine. Kind, ik heb geen ene jota zin in al die koude kaktenten van jou met drie rijen bestek. Al hadden ze 12 Mussolini-sterren. Michelin-sterren, maar Michelin. Dat bedoel ik, poeha. Geef mij maar een kroket van Dobbe. Hoor ik kroket? Ga jij nou ook al vluchtelingen in huis halen? Dat is Simone, doe gewoon. Het is mijn lieve Paula. U bent de dochter. Veel over u gehoord. Zat? Ja. Ja, het is een kanjer. Ja. Maar lees jij geen kranten maar? Nee, hij is geen vluchteling. Hij is Joods. Oh ja? Ja. En dan ben ik zeker Mongools. Oh, ik dacht eerder Spaans met zo'n getinte huid. Staat u goed, hoor. Je hebt toch wel al je waardevolle spulletjes veilig opgeborgen, hè? Geef mij je sleutel. Ik heb je sleutel nodig voor hem. Oh ja? Ja. En wie gaat jou dan oprapen als je straks met een beroerte in een douche ligt? Of met een hartaanval in bed, of met ischias, of weet ik veel wat. Nou, hij soms... Het zou mij aan mijn reet geroest zijn. Dood gaan we toch allemaal. Laat ook maar zitten. Ik heb nog wel een reservesleutel. Dag, Simone. Dag, Paula. Uit ver weg is dan. Leuk, hè, dochters? Nou, alsof moeders altijd van die lekkertjes zijn. Het is even goed of dood zonder. Dit was vroeger een leuke meid. Oh, en gevoel voor humor. Nou, is het gewoon een stuk plastic met een kegel. Oh.
Joris? Ja? Jor. Dat wist jij zeker al, dat Alma een nieuwe hulp heeft. Zo'n moslimtype. Zoiets doe je toch niet in deze tijd? Nee, zij vond de Alfa ook wel, hoor. Jongen, jongen, bij zo'n oud mens. Kan toch niet? Misschien is ze wel heel aardig voor oma. Aardig me reet. Straks had hij haar hele huis leeg. Maar daar mogen we dan natuurlijk niks van zeggen, want dan is het discriminatie. Tegenwoordig is alles discriminatie. En ondertussen materen op mijn belastingcenten. Dat zijn paascenten, maar. Oh, nou, wat is het verschil? En hij werkt toch gewoon? Wat is er met jou? Nee, er is iets met jou. Ik moet onder de douche. Je moet niet zoveel met je lijf klooien. Ha, zegt wie? Hoe oh, is die? Van mijn moeder. Gaan we naartoe? Merk je wel. Oh. Waarom ben je dan teruggekomen? Amsterdam was te leuk. De studie was te saai. Te is nooit goed, zegt je oma. En jij? Doe jij een opleiding? Nee, momenteel even niet. Wat vindt je moeder daarvan? Mijn moeder? Goede band met haar? Mooi. Ga je nog terug naar Amsterdam? Nee. Amsterdam is zo overrated. Kijk. Is net een piemel. Nee. Jezus. Homo. Man Cornelis? Ja, die man met een houten been, vandaar. Heb ik nog opgedanst met Jan. Vlak voor die ging hemelen nog. Is ook alweer 15 jaar geleden. Was een goede man, hoor, Jan. Maar als ik gekookt had, dan zei hij nooit wat. Dan zei ik, Jan, smaakt het een beetje? Zat hij, nou, als het niet gesmaakt had, dan had ik het wel gezegd. Nou, zomaar was het dus, ja. Oh god, die is ook naar de gallemiezen. Oh, ik zeg nog tegen die vrouw van de dierenkliniek. Ik zeg nog, ik wil geen leidersweg voor de dier. Prompt spuit ze hem weer vol met dure troep. Zeg, Ans.
Gaan wij een keertje naar mogen? Wie, mij? Nou, nee, op mijn leeftijd. Nou, Nee. Oh, we zullen hem hebben. In de stilte, met niemand om je heen. Dat noem jij hard werken. Hé, hey, ik ben sociaal interieur verzorgd voor heel behoevende ouderen. Zeg, pas op hoor. Leuk hoor, je nieuwe vriend. Van de huilen, dat doe je. Passen jullie wel een beetje op met die enge ziektes tegenwoordig? Oh, had zij van Rada weer wat? Ik ben het maar. Hé, hey, vertel. Ben je verliefd? Nee, nee, niet. Ik vind hem wel een beetje ordy. Hé, hey, hoezo? Tom. Het kan toch niet, Jad? Het is hartstikke fout. Valt wel mee, toch? En wat denk je dat mama gaat zeggen? Je bent me zo niet meer. Fukken, hè? Nou. Mama zal hem meestal accepteren. Zij. Nooit. Leo haat ze ook. Dat heeft ze ook finaal kapot geleund. Stuur hem nou gewoon een hartje. Hij is toch super schattig? Ik had een beetje toen leren aan, maar... Ja, nou. Hartje, nu. Dit was het laatste bouwproject van mijn vader. Ah. Mooi. Heeft hij nooit af kunnen maken. Hij kreeg een hartaanval. En mijn moeder kreeg heel veel geld van de verzekering. Hoe oud was je toen hij overleed? 11,5. Mis je hem? Ik hoorde dat jij wilde inschrijven voor een surfles. Ja, dat klopt. En nu wil je echt surfen of was het een excuus om bij mij te zijn? Nee, het lijkt me eigenlijk wel leuk. Ja? Ja. Ja? Ja. Zo moeilijk is dat toch niet? Gaat goed! Oh, kan dit niet. Kan niet is dood, zegt je oma. Ga je helpen. Niet zo boos. Gaat goed. Oké. Ga maar staan. Ik hou me vast. Zoek je balans. Ja, zoek je balans. Ja, kom. Gaat het? Ja. Oké. Pak hem. En rust. Rustig, 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 rustig. Gebruik je gewicht. Gebruik je gewicht. Ik hou je vast. Ja. Oké. Niet vanuit je rug, vanuit je knieën. Ja? Ja. En billetjes naar voren, vanaf hier. Voel je hem? Ja, dan voel ik hem. Ja. Achterstand! Aantrekken, aantrekken dat zelf op die helemaal strak staat en dan overslag. Ja, wat is dat? Nee, rechts en links bestaan niet op het water. Je hebt alleen hetzelfde in opzicht van de wind. Goed zo. Heel goed. Echt een talentje. Wat moet ik nou met hem? Ja, dat zou je moeder ook wel vragen. Hij is zo lief. Ik ook. En leuk en fucking lekker. Ja! Je hebt geen pimmeltientje van me. Oh, kut. Is dat het? Ja, kut ja. Ik dacht al, wat mis ik toch steeds? Pronto! Straight above the head.
een paar lessen overnemen. Chill. Vind je leuk, hè, lesgeven? Ach man, als ik kon, nam ik die hele toko over. Je moet overstag. Rechts en links bestaat niet op het water. Je hebt alleen het zeil ten opzichte van de wind. Toch? Zo deed ik helemaal niet. Wil je mij doen? We kennen elkaar nou een tijdje, toch? Dus ik dacht, misschien kan ik je trakteren. Op een etentje of zo. Als je dat wil. Ja, ik wil. Ken je die American Diner? Ja. Oké. Maar dan wel all the way. Deal? Met een rare outfit. Ik heb een date. Ja, zeg, doe even normaal. Een beetje stand of zo. Ben jij nuchter of zo? Sorry. Sorry, lieverd. Mama zegt sorry, hoor. Ik ga naar mijn vriend. En dat maakt ons geen zak uit wat jij allemaal van hem vindt. Maar ik heb net eten gehad bij de tatoeur, lieverd. Kleine kindjes worden groot, mami. Ja? Afspraak met de loco op het stadhuis. Hey. Welke zal ik aandoen? Wat vind jij? Deze of deze? Wat is een goede smaak? Ja, meestal vind je mijn smaak helemaal niks. Wauw. Hey. Werk, vies, vriendjes, beneden mijn niveau. Nou, Leo, dat was toch ook niks? Is deze straks ook weer niks dan? Oh, is dit hem? Sorry. Wist ik toch al lang, ik ben niet gek. Nou, en? Wat? Wat vind je ervan? Wil je mijn mening horen? Ja, graag. Ik zou het niet doen. Ga lekker in je onderjurk, man. Levert vast meer subsidie op. Tjaat! Wow. Wauw. Hey joh, weet je hoe lang dit duurt? Mooi man. Moeilijke man. Pas maar op. Flikkertje! Ja hoor, dat zijn vieze, vuile kankerhomo's, of niet? Homo. Hè? Die houden niet van kutjes of wel soms. Laat nou, Jor. Hey. Sorry. Sorry, schatje. Homo. Dat ding op je shirt. Wat staat daar? Kak. Meisjes, weten jullie wat dat betekent? Kak. Kak. Dat betekent lul. Dames, jullie zitten hier helemaal verkeerd. Je moet gewoon een piemel in. Oh.
dat nou nodig? The fuck is er mis met jou, gast? Wat? Ikke? Kom op, man, schrijf! Wat kunnen die gasten jou schelen? Hé, hey, je moet ze meteen op hun bek timmeren, anders pakken ze jou! Dat zul jij toch ook doen? Wat denk je zelf? Het is zo fucking dom wat je doet. Hoe was het? Leuk. Ja. Ik hoor het, ja. We gingen vroeger vaak vliegeren. Vliegeren? In Israël? Syrië. Oh, ik dacht dat je uit Israël kwam. Nee, man. Syrië. Boeit me ook heus niet waar je vandaan komt. Zo. Dat klinkt stom. Ja, wel dan waar ik vandaan kom. Dat bedoel ik. Wat vindt je moeder eigenlijk van mij? Mijn moeder? Boeien. Nou? Niet gevraagd. Het gaat er toch om wat wij willen? Fuck haar, ze is gestoord. Shit. Ja, maar hoezo? Joris, dit heeft echt niets met jou te maken. Oh, fijn. Nee, het heeft niks met mij te maken. Nou ben ik opgelucht. Ik vind je mooi en lekker en lief. Maar ik ben net terug en ik weet niet of ik hier wil zijn. Misschien ga ik ook weer weg. Kijk dan naar ons. Dit gaat hem toch niet worden, man? Ik kap ermee, man. We kunnen ook gewoon vrienden zijn. Gewoon vrienden zijn. En wat is dat dan? Gewoon vrienden zijn? Ja, ga je lopen of zo?
Nou, papa, daar zitten we dan. Ja. Hey. Kan je me heel even helpen? Ik was aan het zoeken naar activiteiten voor de kinderen. Chad. Van AZC, weet je wel? En ineens dacht ik, wat nou als jij ze surfles gaat geven? Leuk, gewoon iets met water, niet al te moeilijk. Ja, goed idee, man. Doe ik eindelijk eens wat nuttigs met mijn hobby? Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, ik bedoel nuttig voor de kinderen, omdat hier overal water is, voor hun veiligheid. Gewoon nuttig. Ja, inderdaad, man. Stel je voor, hebben ze die vreselijke boottocht overleefd, verzuipen ze hier alsnog. Weet je wat? Ga je maar de hele dag lopen blowen, hè? Lekker je studie verknald, prima bezig. Ja, vergeet de vreselijk foute vriendjes van me niet. Oh ja, breek maar de bek niet open over die vriendjes van je. Doe nou. Waar ga je naartoe? Ik ga roken. Ja, Mariam. Rustig. Papa. Mama is gewoon overbezorgd. Om jou. Mama vergaf عليك اكثر بكثير من ليلي. هي بتشوف انه حملك بهالمجتمع قتل اختك كثير. هي هيك بتشوف. بزورت. يا. اليوم رايح اذا ما بتصيروا حبابين راح اكتب عنكم شغلات مو حلوه بنوب بنوب Wat is dit nou voor kleffe bedoeling? Joris, ik ga naar dokter Sarasani in België, weet je wel? Dus het kan wel even duren. Jor? Joris? Jor? Jor? De nieuwe Paula. Kusje.
Vindt Jad mij dom? Dat is een interessante vraag, Gilbert. Zei ik toch ook, mega prusten. Prutsen. Heb jij gedronken of zo? Ja. En hoe? Jij ook? Was het maar waar. Is het uit? Zo uit. Kom even mee, moeder. Kom. Kom, schat. Is ook maar beter zo, schat. Jullie verschillen te veel van elkaar. Verschillen? Verschillend? Net als jij en papa zeker, hè? Jouw onderbroek is binnenste buiten. Je papa's billen. In het midden van het bord blijven en niet te ver naar voren. Niet te ver naar voren. Want waarom? Want anders flikker je erin. Dus waarom niet? Anders. Heel goed, dankjewel. Goed, gaan we nu naar de paddel. Pak je paddel. Zorg dat je rechterarm hier is. Schouderhoogte en je linkerarm op heuphoogte. Dus hier en hier. Niet zo. Zo. Want anders. Flikker je erin. Heel goed, hij begrijpt het. Ik geloof dat ik het niet meer zo leuk vind. Jad! Jad, heb je even? Ga maar verder, jongen. Is hartstikke goed. Kom er zo aan. Ik denk dat je beter naar huis kunt gaan, oké? Ja? Oké. Yes, we gaan door. Pak je paddel maar. Heel goed. Ga maar even op het bord staan. Mooi, dit filmpje. Hop. Eentje, hoor. Is lang geleden. Laatste keer was met je papa. Het
zo sterk spul tegenwoordig. Oh. Hey oma. Ja, ja, kom eraan. Wat? Het gaat niet goed met je docus. Ach, het. Chad was nog bij me vanmorgen. Zat niet lekker in zijn velletje. Ja, dus. Mop. Ruzie komt in de beste huwelijken voor. Huwelijk? Ik ben niet met hem getrouwd, zeg. We hadden totaal geen klik. En hij valt niet eens op me, dus. Oh, beest is helemaal op. Het ziet zelfs blind de maupie. Heeft u nog speciale wensen? Wensen? Ja, dat de mensen wat liever voor elkaar zijn. Ik bedoel begraven of cremeren. U kunt kiezen voor een groepscrematie. Maar hij kan ook alleen, dan krijgt u een urn mee met de as. Nee, nee, geen urn, nee. Dood is dood, weg is weg. U wilt hem hier achterlaten? Ja, ja. Je hebt best een mooi leven bij me gehad, hè? Oude reus. Ja. Wil je geen nieuwe? En dan? Op mijn leeftijd neem je geen nieuwe huisdieren meer. Nou, kom op. We nemen een neut, oude reus. Ja, proost. Oma? Was Ma ooit gek op papa? Nou, niet alleen zij. Half Almere. Daar werd zij juist zo stik jaloers van. Vooral op die Belinda, met die immense voorgevel. Ja, toen begon je ma zich ook te verbouwen. Maar was zij gek op papa? Gek? Stapel, mijn jongen. Helemaal hoog tot de botel. Ach, jongen. Laat me je dit zeggen. Liefde laat zich niet sturen. Die stuurt jou. Die krijg je op een tegeltje. Voor je verjaardag. Mm. Ga dan naar hem toe. Kijk hem recht in zijn ogen. In plaats van altijd op die apparaten. Hij wil me toch nooit meer zien. Nou, ik kreeg anders niet die indruk. Jongens, zeg nooit, nooit. Geef mij mijn port. Ja. Ik ben dit je moeder. Oma, heb jij nog foto's van papa en mij? Nee, sorry schat, ik heb niks. Het is voor mij. Het is Ankie. Of Fleur. Dag. Ik moet Chad spreken. Oh ja? Waarover? Die is er niet. Ja, hij is gaan lopen. Surfen. Dus. Dus u heeft een hekel aan mij? Ik ken mij niet eens. Wil jij dat nooit meer doen? Zo laf. Jezus, wat een meuk. Smaak kun je leren, ma. Ja. Ja, ja. God. Heeft dat kleed in het abattoir gelegen? Jezus, wat is een bloedbad. Nou.
Zeg, wat is er eigenlijk met die spullen van Gerlof gebeurd? Want die jongen die vroeg ernaar. Bemoei je niet met mijn opvoeding, ma. Zolang als jij zo bezig blijft, zal ik wel moeten. Dit kind snakt naar een beetje moederliefde. Moederliefde? Serieus, ma? Wacht even. Waar was jij eigenlijk destijds? Toen Gerlof met Belinda... Nou? Je vader was net nee, overleden. Niet weer dat slappe excuus van je vader was net overleden. Die was al 2 jaar dood. Je eigenste dochter lag in de vernieling en jij was nergens. Moederliefde maar reed. Mevrouw, u mag hier niet roken. Dit is geen rook. Dit is hartstikke nep. Net als al die beuk hier. Zo, nou, hoort u het ook eens van een ander. Zo. Is van de opslagloods. Zeg niks hoor, allemaal oude zooi. Oude zooi? Ja, spullen, troep, LP's van je pa. Heb je nou gewoon al die jaren tegen me zitten liegen? Al die fucking jaren zeggen dat alles weg was? Ik heb toch alles bewaard voor jou? Doet ook nooit goed. Zeg nooit nooit. Goeie billen. Hoe ben jij? Je moeder. Is mijn vader. Mooi, hè? Sorry, ga maar. Nee, ga jij maar.
Sorry. Hebben jullie nou verkering of hoe zit dat? Ja, hè? Ja? Nou, onze stijl. Herinneringen. In 1943 liep ik hier ook met mijn vriendin Sasha. Stonden we ineens 8 moffen midden op die brug. Ik schrok me wezenloos. Want een van die soldaten die geeft mij zo'n stukje chocola. Dat had ik natuurlijk uit zijn poten moeten slaan, maar ja, dat durfde ik helemaal niet. Dat vond ik eng. Dus ik loop zo door met mijn chocola richting Kerkstraat. En bij de Kerkstraat durf ik eindelijk te kijken. Helemaal gesmolten, zeg. Helemaal gespoeld voor de zenuwen gewoon. Heb ik het toch maar opgelikt, ja. Jongens, ik ben jarig. Ik ben jarig. Ja, kijk, de hele wereld is een klote zoos. Maar we moeten wel blijven lachen. Kom op. Zo is dat. Ja, toch? Oh, dat was een raar beest. Heel raar beest. Maar dat ze het net zo. Nee, nou. Kijk nou! Mijn kind! Gefeliciteerd, oma. Die zijn voor jou. Oh, wat een boeket. Ja, toch? Niet niks. Nou, meid. Komt, kroketje? Oh, heerlijk. Verdomme, wat een verrassing. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Sentimenteel op mijn oude dag. Van harte, ma. Schat. Wat een verrassing, hè? Schat. Ach, jongen, toch. Wanneer ik de mensen zie dansen... Schat, je moet wel blazen, hoor. Gezellig, hè, ma. Die jongen is goud waard, als je dat beweet. Oh, is dat zo? Ja. Nou, dan ga ik hem gelijk verkopen. Ach, doen we ons nog een lekkere schaal kroketten. Laat haar, dat moet je pest maar krijgen. Nog een cadeau? Echt waar? Oh, wat leuk. Het is een tegel. Is de tegel, jongen? Nou, ik ben benieuwd. Ah, liefde laat zich niet sturen, die stuurt jou. Ja. En zo is het. Ja, kijk nou. Leuk, hè? Laatste eer. Papa is een steenkop geworden.
Maar dat doe ik niet. We gaan even. Ja. Ja. Ja, kom. Hier, geef maar. Vader lijken. En jij op je moeder. Schat, niet om het een of het ander. Maar iemand zei me laatst dat je van die elektrische sigarettenkanker kan krijgen, hoor. Ik weet niet, wie was het nou ook alweer? Zij van Kassa. Ik weet niet helemaal. There's a place I go. Yes! When no one knows. Woo! It's not long. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing. What builds up throughout the day. It gets into your body. And it flows right through your blood. We can tell each other secrets. And remember how to love. Da-da-dum, da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far.